Goed, nou op dit moment hebben we nog niet heel veel bijzonders gevonden. Wel Ben een oude knoop en ik een oude knoop al, maar... En nu net een leeuwencentje. En een leeuwencentje. Ja. Maar we kunnen wel alvast iemand gelukkig gaan maken. Want indirect is dat een beetje een collega van jou, hè Ben? Ja, waarschijnlijk. Of de vrijwilligers, maar ik werk wel met die mensen. Want wat is het nou? Ik heb een vondst gedaan. Dat was gewoon een oogvondst. Hier tussen, tussen het hoge gras. En een mooie Velco snoeischaar. En die zijn duur. Dus ja, dat weten wij inderdaad. Dat die best wel duur in de aanschaf zijn. Dus ik ga hem aan jou meegeven. Dat jij zorgt dat hij bij die mensen... Ik ga hem wel terug. Ja, dat is wel zo netjes, hè? Ja, dat is wel leuk. Dan gaat zijn het, hun blij. En als hun dan ook gelijk eventjes abonneren allemaal op mijn YouTube-kanaal. Dan kunnen hun weer snoeien. Ik zal het tegen ze zeggen. Ja? Ja, okay, gaan top. We doen. Gaan we snel verder zoeken. Ja, dat gaan we doen, want er moet nog meer in het muntenbakkie. Precies. Zilver, goud, gespen. Ja, daar gaan we voor. Ja, want mooie uniforms knopen nog. Het kan alles. Allemaal nog liggen. Bajonet, Duitse insignes. Ja, wie weet. Noem het maar op. Het kan er allemaal liggen, want het is een oud stukje grond. We hebben het wel vaker meegemaakt dat we ineens verrassende vondsten doen. Ondanks dat er toch al vaak is gezocht. Dus, ja. Dus. Ik ben reuze benieuwd. Maar deze gaan we in ieder geval aan jouw collega teruggeven. Een oude gesp en hij is nog compleet. Ja, dat kan je ook wel. Oh ja. Ja, ja, ja. Nice. Dat is een leuke. Dat is mooi, hè? Zo. 18e eeuw, 17e eeuw. Dat is wel, ja. Het is geen modern, in ieder geval. Maar, ze gaan komen. Die kan weer in de vitrinekast. Ja, zeker. Lekker maat. Top man, daar ben ik blij mee. Ze gaat nou een beetje komen. Nou jij nog, Dirk. Ja, nu ik nog. Mag niet achterblijven. Maar ja, ik heb een mooie snoeischaar, hè? Ja, die heb ik nu in mijn tas, dus dan moet je hem afpakken. Ja, maar jij spreekt toch ook met je collega af dat hij wel een paar tompoezen regelt dan, hè? Ja, dat ga ik proberen te regelen. Okay. Als hij het is geweest, hoor. Ja, nou ja. De vrijwilligers zijn geweest. Maar. Ja, nou ja, in ieder geval ken jij ze wel. Dus, ja, vorige keer had ik ook. Ging zoeken met mijn metaaldetector. Toen vond ik twee van die lange snoeischaren. Oh, okay. Daar waren ze ook wel blij mee. Ja, dat kost geld hoor. Hey. Dat is echt duur en dat groest allemaal natuurlijk. Ja. Ja. Nou ja, deze lag er nog niet zo lang in ieder geval. Deze. Deze nog niet, nee. Maar leuke gesp. Ja, mooi hè. Weer toch een aanwijzing dat we. Het ligt er nog steeds. Nou, misschien hebben ze hier lopen picknicken. Ja, je weet het niet, hè? 18e, 17e eeuw. Ja. Nou, nog die zilveren gulden. Het moet niet te gretig worden natuurlijk, maar... Nou, we gaan er wel voor. We gaan er wel voor. We gaan wel voor die gretigheid. Precies, precies. Dus. Nou, top man. Ja. Door naar de volgende. Nou, Ben. Dat doe je goed. Het zilveren dupje is binnen. Lekker man. Hey. 1925. 1925. Dat is voor twee. Maar jij zegt hij is niet zo mooi, maar ik vind hem wel best redelijk hoor. Ja, op de portretkant is, ja, is toch ook netjes? Ja, is wel mooi. Gaaf man. Ja. Toch 1925. Oh wacht, ik heb hem ondersteboven. Ja, nou ja, weet je. 1925. Aan de andere kant. Oh, waar is hij nou? Oh, hier. Ja, nou, dat is nog een mooie maat. Ja, zeker. Lekker hoor. Blij. Ja, het is wel een knoop. Is het wel een knoop? Zet je pinpoint er even uit. Oké. Okay. Een platte knoop. Ja, apart joh. Er staat niet veel op verder, hè? Nee. Nog. Nog niet. Ja. Dat was een leuke vondst. Ja. Die lag best diep, kijk eens. Ja. Hij lag heel diep. Bijzonder joh. Ja. Hè? Dat is een
zou die alvast wat recenter zijn misschien. Dat zou ook kunnen, maar hij lag diep hoor. Hij ziet er wel strak uit. Hij lag diep hoor. Ja? Ja. Hij lag dit. Ja joh. Echt, zo. Oké. Okay. Pinpointer diep gaan. Oké. Okay. Ja. Nou, moeten we het maar eens eventjes uitzoeken. Ja. Het zou wel oud kunnen zijn hè. Apart ook joh. Ik heb hem nog nooit gezien. Nou, maar eens eventjes, er zijn geen merkjes in ofzo, toch? Ja, maar het is wel gesp, aan de achterkant he? Ook. Het is wel gesp, hoor. Ja. Ik denk het wel. Het moet wel een houtje zijn. En die randen ook niet aan de achterkant ofzo, in die holling? Zat er niks? Nee? Ik voel toch wel niks. Zwaar ook? Ja. Hè? Ja. Lekker hoor. Ja. Hey. Is dat goed? Bij jou wel. Ja, daarom zeg ik het ook. Maar je, is... maar je komt maar niet. Nee. Ik zeg kom op dit veld, het ligt helemaal bezaaid. Wat doet hij? Gaat hij? Ja, nou ja, kijk, is jouw plekje nou hè, dit hè? Ja, nee. Dan ga ik niet in, jou, niet in jouw vaarwater. Dan heb jij weer niks. Mm-hmm. Neemt hij me straks niet meer mee. Oké. Okay. Nee hoor. Nee, ik denk dat ik jou niet meer neem. Nee, daarom. Hey, laatste keer geweest. Ja. Nou dacht ik dat ik een topper boven de grond had gehaald. En ja, dat is ook niet zo gek als je in eerste instantie dit ziet. Maar het is gewoon een... Zoals hier lijkt het gewoon van... dat is gewoon een dikke rijderschelling of zo. Ja. Maar nee hoor. Nee, gewoon een aluminium dek. God, en er lijken zelfs nog motieven in te zitten ook. Ja. Als je zo kijkt. Dus. Ik dacht ook, er staat een handschrift in. Ja. Nee hoor. Oh. Ja, jammer. Ja, weet je, het wordt wel eens tijd, Dirk, voor jou. Ja, ik word een beetje besodemieterd, hè, de laatste tijd. Ja. Nou. Hé, ik vorige keer die Philips de tweede. Ja. Haal ik weer twee gespen eruit en de zilveren duppie. En ik heb een beetje nakijken. Ja. Ja. Gaat natuurlijk niet goed, hè, maat? We moeten maar weer eens op een stortgrondje gaan. Ja, zeker dus, weten. Maar ja, het heeft niet echt meegezeten met de toestemming, hè, de laatste tijd. Nee, dat is ook zo. We wachten er nog op één. Maar ja, waar de aardappels gerooid moeten worden. Ja, maar ja, dat zou ook mid-oktober kunnen zijn, dus dat is even afwacht. Ja. Anders rijden we er gewoon weer langs. Precies. Ja, toch? Niet getreurd, er komt altijd weer een mooie dag. Daarom. Maar je zit nou niet met je nachtjapon in de rhododendron, helaas. Ah, nee, ik zit ervoor, hè. Nee. Ja, is goed. Nou, we gaan even verder. Yes. Ik heb hier twee vondsten liggen. Eén is van Ben en één is van mij. Eerst Ben zijn vondst maar even. Het is een kogelhulsje, maar een... hele korte en een small, maar we zien nog bodemstempels, dus het is toch leuk om even uit te zoeken uit welke fabriek die komt. Is het Duits geweest of Brits? Dus dat is dan toch best wel grappig om na te gaan. Dat gaan we thuis eens eventjes uitzoeken. En de andere vondst die ik heb, ja, het zou zilver kunnen zijn. Want ik dacht eerst aan het achterkantje van een drukknoop van een broek gewoon, maar hij is rond. En het ziet er wel gewoon mooi versierd uit, hè? Ja. Het zou nog eens... Nou, goed kunnen hoor. Ja. Het zou allemaal kunnen. Het is alles of niets. Maar jij had nog een munt. Wat is het? 1 cent. 1 cent. Echt heel de tijd. Nou ja, dat slaan we dan eventjes over. Kijk, wat staat er aan de binnenkant dan? Ja, de binnenkant is hol. Maar het is wel dun, hè? Ja, dan gaan ze even kijken. Ja, ik weet het niet. Wat voor materiaal is het? Het is niet geoxideerd. Hè? Nee, daarom. Als het geoxideerd was geweest. Daarom, dan had het aluminium of zo. Hè? Ja. Het komt er best mooi schoon uit. Dus het zou dan toch best wel wat... Ik denk dat het... Zou goed kunnen. Ja, dan moet het wel iets geweest zijn. Ja. Ja. Nee. Misschien leidt er even nader onderzoeken, maar toch leuk. En het kogelhulsje gaan we ook eventjes de stempels checken. Ja. Dat is toch best wel leuk om te weten waarvan... Kogelhulsje dan? Ik heb hem in mijn hand. Stop ik hem wel even. Ja, neem jij hem mee? Neem hem goed weg. Goed bewaren en dan eventjes een goede foto van de bodemstempel. En dan kunnen we dat eventjes checken waar dat vandaan komt. Dat is wel leuk. Leuk om te weten. Zeker. Ja. Goed, de samenvatting. Ja. Eventjes alles op een rij. Laten we eerst eventjes alle troep weer... Kijk eens. Dan, dit zijn musketkogels. Oh ja, 3 musketkogels. En dit is alle meuk, alle benden, WD-40, stiften, alles. Nou, Ben, jouw vondsten.
Ja, die zijn toch wel weer mooi, hè? Toppertjes. Twee gespen. Deze is natuurlijk het beste. 10 cent, 1925. Zilver. Lekker hoor. Leeuwen centje. Een heel klein knoopje, dit is nog een knoop. Even hier nog wat, ook een cent en een achterkant jachthuls. Ja. Nou, dan hebben we nog mijn toppertje, een mooie inbussleutel. Kan ik gelijk even alles mee aanwijzen. Ik heb ook nog wat centjes gevonden. Een netverzwaring. Een kogelpunt. En dit is toch ook wel zilver, lijkt mij hoor. Ja, ik denk het wel hoor. Dat is toch wel geinig. Ik denk dat het toch ook iets van een knoop is geweest of zo. Ja, daar houdt het bij mij ook gelijk wel een beetje mee op. Want ik had verder niet zo heel veel. Maar al met al toch weer een lekkere dag. Een topdag. We hebben stralend weer gehad. Heerlijk weer. En was ook al duur. Kwamen nog wel wat geïnteresseerde voorbijgangers. Toch ook wel even een leuk praatje gemaakt. Ja. We gaan afsluiten. We bedanken jullie weer voor het kijken. En volgende keer weer denk of magneetvissen of metaaldetecten. Dat is nog even een verrassing. Maar we gaan zeker weer met wat moois komen. Ja. En dan zien we jullie snel bij de volgende keer. En wel liken, hè? Sowieso. Want dat gebeurt niet veel. Dus. Tot later. Hoi.